Hey jongens en meisjes, welkom bij een aflevering van amateurvissen.nl. Ik zit op een beetje een onbegaanbare plek. Ik heb ongeveer, ik denk 35 minuten moeten lopen om hier te komen. Dus dat is wel een eindje. Ik ben flink bezweet. En ik heb even wat riet moeten wegkappen. Het stikt hier van de muggen. Maar ja goed, dat overleven we ook wel. Ik heb hier gisteren nog wat mais in gegooid. Gisteren nog even een stukje gaan wandelen. Nou, eens even kijken, dat is in ieder geval aan het kanaal. En eens kijken of we iets kunnen pakken. Ik heb de feeder eruit liggen. We hebben de vertrouwde panko recept eraan. Mensen vragen vaak van hoe maak je dat panko voer. Daar heb ik nog een hoop video's van op het kanaal. Dan moet je maar even subscriben en dan de video's bekijken. En dus het is lekker, het is heerlijk weer. Het was zo'n 25 graden vandaag, denk ik. 23 misschien. Nou, eens even kijken of we iets kunnen pakken. Ik lig er nu 5 minuten in, nog geen bit gehad, maar het zal dadelijk wel op gang komen, denk ik. Hoop ik. We gaan het in ieder geval meemaken. Oh. Morgen ga ik snoeken, een aflevering Snoekbroeders opnemen. Samen met de enige echte Jurgen van Schijndel. Dus daar heb ik ook wel zin in. Gaan we de rivier op. Maar vandaag moet je eigenlijk werken, maar ik denk, werk is toch nooit af. Hè? Dus dan ga ik gewoon lekker naar de waterkant. Zo mooi weer. De laatste is wel lullig, want de vakantie was slecht weer. De vakantieperiode. En nu wordt het eigenlijk goed weer. Maar goed, we gaan het allemaal meemaken. Kat beet, maar je bent de camera weer aan het aanzetten, weet je wel. En nou is hij eraf. Ik denk dat hij op de voerkolf zat te hengsten. Ik heb in ieder geval niet de mais gepakt. Ik zie wat bubbels bij mijn aas. Dus dat is goed. Ik denk dat hij dadelijk wel beet. Pak die lekkere chuckmais maar, jongen. Spannend altijd dit, hè. Daar droom ik van s'nachts. Leeg in bed zie ik die top in één keer gaan. Net als vroeger zag je altijd. Ging slapen en zag ik schoot dobbel in mijn dromen onder en schrok ik helemaal wakker. Ben je toch niet echt door. Misschien dadelijk. Ten eerste. Ah, niet in die planten, jongen. Niet in die planten. Het is hier een beetje behelpen. Ik zit hier een beetje in die struiken, zoals jullie zien. Dus ik moet een beetje klooien. Maar het is niet zo erg. We krijgen hem al eruit. Living on the edge. Living on the edge. Kom maar, jongen. Hoppla. Hopla. Yes. Een eerste mooie platte van vandaag. Netjes. Oh, hij is al net ontraakt. Dat zien we graag, zeker met die platte. Nou, mooi visje toch, kijk eens. Flinke lap, hè. Flinke lap, gaat hij weer terug. Zet hem weer terug. Het is eigenlijk een beetje, kun je zien hier aan de
aan de waterkant zijn wat takken en zo. Een hoop vuil. Dus daar moet ik altijd een beetje mee oppassen als ik de vis eruit haal. Maar dat lukt wel. Even de snot eraf halen. Oeh, een beetje in de knoop. Bubblegum in de knoop, dat komt niet vaak voor. Even kijken. Nou, die is er ook zo weer uit, dat scheelt. Dat is allemaal zo weer uit. Dat is het mooie van die bubblegum. Komt nooit echt in de knoop, moet ik zeggen. Maar nu met die takken en zo is dat natuurlijk altijd een beetje. Ja, een beetje gevoeliger, zeg maar. Maar goed. Even de snot eraf halen hier. Hop, veeg gewoon af aan de broek. Maakt me niet uit. Vaak commentaar van, amateurvisser, je moet dat slijm niet aan je broek afvegen. Moet je een handdoekje pakken. Ik ben toch geen miet. Beetje braas, mijn slijman. Als ik thuis kom en ik stink niet naar vis, dan zegt mijn vrouw van, heb je niks gevangen ofzo. En als je thuis komt en ik stink wel naar vis, dan zegt ze, bah, wat stink je naar vis. Ja, ja. Vrouw, jongen. Nee, flauwkul, ik maak maar een grapje. Mijn vrouw is totaal supportive voor waar ik mee bezig ben. Dus ik had me geen betere kunnen wensen, moet ik zeggen. Even kijken. Zo, ik zet hem. De hengel staat redelijk diep in de waterkant. Ik zit best wel ver van de hengel af. Dus. Ik zet ook de slip open, mocht ik een dikke karper eraan krijgen. Maar ja, de eerste is binnen. Plek klaar. Niet door de tak, jongen. Niet door de tak. Tweede. Waar ben je naartoe, jongen? Nou, hij is al helemaal naar de kant gezwommen hier. Al vergaren. Helemaal aan de kant gezwommen. Hopla. Dat hij zich nou ook even zelf onthaakt. Had hij dat nou gedaan? Oh nee. En jongen. Mooi. Nummer 2. Ik was net wel even koffie indrinken. Ik denk, het zou wel even duren voordat we een beet hebben. Het gaat best lekker, jongens. Ik heb ik zit nu een half uurtje, denk ik. 4 aanbeten gehad. 2 gelost, helaas. Maar dat kwam omdat ik met die camera was ik bezig, weet je wel. Zit je dan zo mee te kutten, hè? En dan. Ik ben niet aan het opletten, dan wil ik die aanbeet filmen en dan ja, ben ik gefilmd en dan gaan ze er vanaf dat dat gebeurt. Maar dat is het risico van amateurvisser.nl. Toch een paar mooie aanbeet op de video hebben, hè. Maar het gaat lekker. Pankvoertje doet het goed, lijkt het. Chuck Maes doet het ook goed. Zo, niks te klagen. Het is even wat rustiger. Ik weet niet waarom. Nou, nu een uurtje bezig, denk ik. En de beet is er even uit. Ah, dan gaan we gewoon even wat proberen. Ik heb hier zo'n beetje pellet. 8 mm. Cheesy garlic. Ook altijd goed. Doe het ook altijd goed op brasem.
Eens kijken of ze die willen hebben misschien. Je weet ooit nooit niet, hè. Nu is het zo. Voer een beetje veranderen. Chuck, goede oude Chuck, maar eens even eraf halen. Hop. En de speed stop. Zo'n een beetje pelletraan. Meestal vis ik met pellets, zeg maar, op meer van die commercial wateren, maar hier bijten ze ook een pellet. Het niet, is niet iets wat ze van nature, zeg maar, want ze eten niet alleen iets wat ze in de natuur tegenkomen. Als het goed ruikt, dan verweten ze het net zoals wij eigenlijk. Wat dat betreft zijn we wel heel vergelijkbaar. Hoe gooi je hem eigenlijk? Ik kan hem eigenlijk iets verder hebben. Dat is niet waar ik hem wilde hebben. Hopla, dik. En dan kan ik hem wel laten liggen, maar dan weet ik dat ik daar toch denk van, wow, hij ligt niet goed en dan haal ik hem toch binnen. Dus doen we het gewoon even opnieuw, hè. Maakt niet zoveel uit. Zo. Beetje extra voer op de bodem kan ook geen kwaad. 1, 2. Dan ligt hij perfect. Ja. Ligt wel op rotzooi op de bodem, dus we moeten altijd een beetje mazzel hebben dat hij niet ergens in de lift hangen, maar so far so good. Kijken wat we op de pellen doen. Het is een uurtje is voorbij gegaan ongeveer. Ik heb geen aanbied meer gehad. Ik denk dat het 11 uur is of zo. Het is in één keer helemaal stilgevallen en ik snap niet waarom. Ik heb pellet geprobeerd, deze niks op. Nog een chuckmais geprobeerd, nog wat bijgevoerd, maar echt helemaal niks. Ik zie wel af en toe bellen en zo op het water. Dat moet vis zijn, af en toe schiet er een winde voorbij. Maar bij de homa, het is in één keer echt helemaal stilgevallen en dat valt me wel op. Maar goed, misschien heb ik ze een beetje weggejaagd, want het is redelijk ondiep hier. Ik vis maar op misschien 1,5 meter water of zo, denk ik. Dus dat is niet veel. Maar ja, ik zie nog steeds bubbels boven komen, dus moet op een gegeven moment toch wel, moet op een gegeven moment toch wel weer iets gaan doen, denk ik. Hè. Terwijl ik hier zit te filmen, komen in één keer twee mooie krapers voorbij zwemmen. Ik toonde verder geen enkele interesse in mijn voer, maar best wel aardig formaat moet ik zeggen. Wie weet vang ik er eentje, dat kan. Mais is straf. Chuck mais. Dan doen ze ook niet veel natuurlijk. Maar even een nieuwe chuckmais eraan doen. Jepla. Zo. En dan, ja. Moet wat proberen, maar ik snap niet precies wat ik verkeerd doe. Want er zit wel, ja, er zit vis zat. Ik zie van alles springen, maar ja, dat is wat. Het geur en smaakstof aandoen. Ja, kijk of dat of ze dan wel willen bijten. Ze zitten er wel. Een beetje van deze
niks erop. Ja, flink wat eigenlijk. Een beetje op die mais. Zo. Even kijken of dat iets. Of dat wat verschil wil maken. Het zou wel niet, meestal niet. Maar goed, we zullen zien. Ik heb er wel vertrouwen in dat ik vandaag nog wat vis ga vangen. Dat weet ik bijna wel zeker. Maar... moeten ze wel bijten natuurlijk. Kijken of ze met wat, kleurstoffen en E-nummers. Misschien dat ze daarop willen bijten. Oh shit. Oh, nu wil de blazen. Zo, die ging er even goed vandoor. Zeg. Is het wel een brasem? Ja, is wel een brasem. Die is wild. Die is wild. Ja. Nou, een dikke, denk ik. In ieder geval een wilde. Dat duurde even. Dat heeft geduurd. Ja, dat is wel een dikke. Dat is wel een dikke. Een hele dikke. Sorry, kijk eens. Mega brasem. Dat die lid even op zich wachten, zeg. Nou jongens, die lid even op zich wachten. Ik had er wat van die geurstof aan gedaan, hè. Dat ik laten zien, hè, van deze stickmix. Hè. En ik gooi uit. Nog geen 2 seconden later. Bam, bam. Ik denk, oké. Ik denk dat was een goede zet om die draad te doen. En nou, opnieuw aanslagen dan weer uitgegooid. Helemaal niks. Van 11 uur tot 1 uur. Ik denk dat het nu 1 uur is. Even kijken. Het is 1:15. 1 keer een tikje of zo gaat verder. Totaal niks. Al tegen de overkant aangegooid. Dat is geprobeerd. Denk je wit ooit nooit niet. En nou, pellet geprobeerd. Alle andere smaken geprobeerd. Wafter geprobeerd. Echt alles geprobeerd. Helemaal niks. Ik denk, nou weet je wat, ik doe gewoon weer goede oude chuckmais eraan. Hier een potje, dit is honing. Chuckmais honing. En gewoon voeren, geen geurstof. Gewoon een knal meer. Gewoon op die plek waar ik vanmorgen ben begonnen. Dan krijg je meteen beet. Dat was een dikke brasem, was een grote nog. Trok nog flink, ik denk dat is geen brasem. Was toch een plekleil. Ik heb ze weer op de stek zitten. Ze zijn heel wild op een of andere manier. Misschien hebben ze krachtvoer gegeten ergens of zo. Wat is dit? Is dit wel een brasem? Is dit een zeeltje? Ik denk een zeeltje zelfs. Oh!
Ja, dat is een zeeltje, denk ik. Ja, ja. Oh. Oh, jongens. Die gaat hard. Trekt hard. Oh, mooie zeelt. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Ik heb ze op de stek weer. Ah. Oh, niet dit. Oh. Wat is die sterk. Wat is nog een flinke. Come on. Yes. Mooie zeelt. Niet uitgeleien. Oh, heb ik weer. Heb ik weer. Oh, een dikke. Oh, een mooie dikke zeelt. Oh. Ik dacht een kleintje. Maar dat is hier een kleine. Oh. Prachtige vis, kijk eens. Oh. Prachtig. Fotootje van maken. Oh, daar ben ik blij mee. Dat zijn de goede jongens, kijk eens. De beste, hè? Oh, een mooie mannetje. Zie je aan de, kijk, heeft hier van die dikke spieren. Voor deze vin. En dan is het een manneke. Oh, zo goed sterk. Oh, oh, twee achter elkaar. Mooi zeelt. Oh. Mooi weer terug. Moet wel uit het net zwemmen, jongen. Niet in het net blijven zitten. Zo, dat gaan we. Wauw. Zo vang je anderhalf uur niks. Twee uur. En zo vang je er twee achter elkaar. Een dikke platte en een plek lel. En ik dacht eerst dat dat een zeelt was. Dat hij toch nogal had. Maar dat was gewoon eigenlijk wel een hele grote brasem. En ik gooi uit en ik ben de camera weer even aan het installeren. En bam. Weer eentje. Ik denk dat zal ook wel weer een brasem zijn. Maar toen dacht ik een kleine zeelt. Maar het was toch een vrij grote. Op de chuckmais weer. Dus ja, jongen. Toch is de chuckmais het beste aasje. Voor mij in ieder geval. Ligt ook een beetje aan waar je op vist en zo. Hè. Voerentjes vang je dan niet mee in ieder geval. Maar wel brasem en zeelt. Winden soms. Dus ja. Niet verkeerd. Ik ben wel blij met die zeelt. Dat is altijd een mooie kers op de slagroom, zeg maar. Ah nee, hoe zeg je? Een mooie kers op de taart of zoiets. Maakt niet uit. Ik ben er niet veel blij mee. Ik ga langzaam optuigen. Het is twee uur, denk ik. Nou, toch nog redelijk gevangen. Mooie zeelt op het laatst. Dus ik mag niet klagen. Ja, of dat nou kwam doordat ik voorgevoerd had of niet, dat weet je natuurlijk nooit. Maar ja, lekker dagje gevist, weer even lekker buiten geweest. Poeh, even thuis weg. Ik werk ook nog vaak thuis, hè, dus ik zit heel veel thuis binnen. Dan moet ik een beetje afwisselen af en toe. Dat doe ik dan door te vissen. En morgen ga ik met Jurgen op pad, dus houd het kanaal in de gaten. En ik ga eens langzaam inpakken. Ik moet nog even een half uurtje teruglopen. Wandelen met de kar en alles. Dus dat is nog wel even een stukje. Thuis een lekker bekse koffie maken. En dan de video's weer bekijken die ik gemaakt heb. En dan alles editen. Op YouTube pleuren. Voor de mensen thuis. Ik vond het gezellig dat jullie er weer bij waren. Hopelijk is met jullie alles goed. Met mij wel in ieder geval. En ik wens jullie goede vangsten nog, mochten jullie nog gaan dit weekend of binnenkort. Oeh, sorry, oh, even een dipje. En ik zie jullie weer de volgende keer. Keep on fishing.